Het geruis in de Surinaamse samenleving over het wijzigen van het kiesstelsel is voor advocaat Jennifer van Dijk Silos aanleiding geweest een conceptwet te ontwerpen gebaseerd op het oordeel van het Constitutioneel Hof. Door het oordeel van dit hof, geveld in augustus vorig jaar, werd de wet onverbindend verklaard omdat geen enkele wet in Suriname in strijd mag zijn met de grondwet. Dat betekent juridisch dat artikel 9 en 24 geen rechtskracht meer hebben. Dus er kan niet meer met artikel 9 en 24 kiesregeling gewerkt worden. Als we zien wat in artikel 9 staat, de zetelverdeling per district. En in artikel 24 zegt de wetgever letterlijk dat de grenzen van de kiesdistricten gelijk zijn aan die van de bestuursdistricten. Bestuursdistrict Koroni, Paramaribo enzovoort. Diezelfde grenzen hebben de kiesdistricten. Dus laten we zeggen, de locatie, de regio waar mensen kunnen stemmen of hoe de kandidaten zich moeten kandideren in welk district enzovoort. Die grenzen tellen niet meer. Wat betekent? Het betekent dat, en de argumenten van het constitutioneel hof hadden te maken met de democratische beleving van de verkiezingen. Dus die hebben aangegeven in het vonnis dat, en terecht, dat is ook altijd mijn kritiek geweest, dat men moet gaan kijken naar de populatie. Omdat er erg veel ondemocratische uitkomsten waren nodig. Uitkomsten waren democratisch, maar het systeem maakt de uitslag democratisch. De wetswijziging draagt volgens Van Dijk Silos bij aan het democratisch maken van het kiessysteem. In vergelijking met het huidige systeem moet er gekeken worden naar hoe de zetelverdeling op zodanige wijze kan plaatsvinden, waardoor er het democratisch systeem niet in gedrang komt. Daarom is het noodzakelijk dat de kiesregeling op korte termijn gewijzigd is, zodat we verzekerd zijn ervan dat de verkiezingen op 25 mei 2025 gehouden kunnen worden. En ik vond dat er gedraald werd. En dat was het moment dat ik de president hoorde zeggen in de assemblee dat waarschijnlijk eind december 2023 misschien een advies van de commissie Limapo klaar stond. Nou, ik dacht bij mezelf, wat gebeurt daar? Als jarenlang in de verkiezingen te hebben gezeten, als OKB-voorzitter, weet je ongeveer ook het traject dat gevolgd moet worden en de tijds... limieten en de tijd die nodig is om dingen te organiseren. Dus als je in 23 pas misschien hopelijk een advies hebt van de commissie Limapo, zoals de president het zelf heeft gezegd, betekent het sowieso dat we een jaar voor de verkiezingen niet zo ver zijn. Van Dijk Silos drukt de regering op het hart zich te houden aan de rechtsstaat. Er moet volgens de advocaat ervoor gewaakt worden dat de rechtsorde niet wordt vertrapt.